Dit zijn enkele werken uit het rijke oeuvre van onze grote dichteres en schrijfster Henriette Roland Holst, die deze dagen haar 80ste verjaardag viert. Op een avond te harer ere zal Nederland op hartelijke wijze uiting geven aan de dank die men haar verschuldigd is voor het vele schoons dat zij in een leven van strijd voor sociale gerechtigheid heeft weten te geven. In haar woning in Amsterdam sprak zij de volgende woorden tot de jeugd. Van de jeugd hangt de toekomst der mensheid af. En wanneer zij dapper en vastberaden de goede paden inslaat, wanneer zij een gemeenschap wil gronden die de mensheid naar het ware geluk en naar de vrede brengt, dan is dat de grootste daad die de jeugd ooit in de geschiedenis heeft gedaan. En dan zullen komende geslachten honderden en duizenden jaren haar dankbaar zijn. Of dat nu moeite kost en inspannen, dat is van geen betekenis. Wij vertrouwen op de jeugd dat zij haar taak zal volbrengen. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij probeert, voor wat zij poogt. En wij hebben haar lief omdat zij voor het eerst afstand doet van egoïstische bestrevingen, maar uit liefde voor de mensheid haar werk kiest.